dit is hoe het gebeurd is. Ik laat mijn hond uit. Gewoon hier. Bij het parkeerterrein. Het schemert. En dat doe ik elke dag. Een ommetje met Sultan. Gewoon wij met z'n twee. Hond en baas. Springen er opeens drie knapen tevoorschijn. Ik had ze nog nooit eerder gezien hier in de buurt. Mooie hond, meneer, zegt er één. Ik zeg ja, een mooie hond. Ik ben voorzichtig. Geen woord te veel tegenwoordig, geen woord te weinig. Mooie hond, zegt een ander. Ik zwijg. Pas! Geeft er zo een Sultan een trap onder zijn achterste. En hij kent Sultan. Het is een beer van een hond, maar hij doet geen vlieg kwaad. Dus janken dat beest. Janken. Pardon, zeg ik. Wat doe je nou, jongeman? Verkeerde tekst. Pas, weer een trap. Nu is het ons maag. En ik voel het bij mezelf, zo'n knoop in mijn binnenste. En ik begin ook behoorlijk kwaad te worden. Heel kwaad. Zo'n wit hete woede. En wat doe je dan? Ik begin me ook behoorlijk wat zorgen te maken. Niet eens over mezelf, maar voor Sultan. Ik stond daarvoor met mijn hoofd in de buik van een van die drie jongens. Had ik een keer op tv gezien. Die gaat neer. Maar af is er een mef door de nacht. Dwars door mijn overhemd heen, hier. Net naast mijn plexus solaris. Ik val neer. Ik kan nog een paar schoppen. Hoe is bloed op? En al die tijd blaft Sultan de longen uit zijn lijf. Ik geel om hulp. Ze smeren hem. Waarom? Roep ik. Waarom? Maar daar geven ze geen antwoord op. Ze verdwijnen. Puil van om een hoek. Een buschauffeur heeft mij gevonden. Sultan hebben we moeten laten afmaken. Hij probeerde vanaf dat moment ieder kind te bijten dat hij zag. Een soort van trauma. En die jongens? Die kom ik nog elke wandeling tegen. Ze zeggen me vriendelijk gedag. Maar als ik een hond was, dan zou ik er zottig bij. Als ik een hond